Erik Vijverberg, zojuist helaas de halve finale verloren van Martin van Reven. Het NK artistiek voor alle duidelijkheid hier in Mariënberg. Wat lukte er niet? Ja, wat lukte er niet? Het gevoel was de eerste set er sowieso niet. Ik was koud. Eigenlijk de eerste set opgegeven. De tweede set was het er wel. En de derde en de vierde ook wel. Alleen Martin, ja, het is niet zomaar de tegenstander. Hè. Het is ook een vechten. En we kennen elkaar goed en we hebben vaak tegen elkaar gespeeld. Al deze spannende partijen. En ja, ik trok aan het kortste eindje nou deze keer. In de derde set, toen ging er wat mis. We kwamen daar op één stoot. En hij maakte die wel en jij niet. Kun je een verklaring daarvoor geven? Ja, dat was figuur 68 was dat ook. En dat is een kopstootje. Die speel ik normaal heel goed, maar ik had geen rustige hand. En normaal speel ik hem uit de hand en nu deed ik hem over de knie. En ja, ging niet goed. Dus misschien had ik hem toch over uit de hand moeten spelen. Ik weet het niet. Dat is wel achteruit. Toch een beetje spannend. Ja, je weet het nooit. Dit blijft een raar spelletje, artistiek. Als je even het gevoel niet hebt, kun je zo door de mand vallen. En als je het even gevoel wel hebt, kun je van de hele wereld winnen. Dus dat verschil is heel klein. Waar zit het? Het is niet echt een fysieke sport. Ja, je moet wel fit zijn, maar is dit met name in het kopje? Ja, het is hoofdzakelijk concentratie en het gevoel hebben. Hè? Het gevoel van hoofd en achterhand afstoot, dat moet goed zijn. En daar moeten geen twijfels in komen. Als er twijfels in komen, word je onzeker. En dan ga je trekken en dan ga je raar doen. En ja, dan springen de ballen eruit. Hè? En dat mag bij ons ook niet, die moeten we toch op de tafel blijven. Dus, ja. En dan is het echt een kwestie van millimeters waar jij die bal raakt of een stoot wel of niet lukt. Ja, ja, het verschil tussen maken en missen, dat is echt millimeters, halve millimeters soms. En een leek die zou zeggen, goh, is die bal slecht geraakt. Maar een kenner die zegt, oh, was maar een millimetertje. Wel. En dan loopt die bal heel anders in één keer. En dan, maar ja, dat is het spelletje, dat is de charme van dit spel. Ach, beste spelers van Nederland en dan hoor je het dan toch bij de laatste vier. Ja, nou, dat is... Ik heb me wel genesteld daar in dat groepje, zeg maar. Ik ben zelf al twee keer Nederlands kampioen geworden. Martin ook. Die heeft nou de kans op de derde team. Sander zit erbij, die vijfvoudig Nederlands kampioen. Dus ik word anderhalve finale nu nog tegen het jongste talent. Mijn leerling, Job de Jong. Dus we zullen zien wat de finale wordt. Het wordt nog wel een mooie partij, dat is zeker. Maar wat is het eerstvolgende dat op de agenda staat? Over 14 dagen hebben wij de Europees kampioenschap in Brandenburg, bij Berlijn. En daar ben ik ook geplaatst. En daar gaat Sander ook in, Sander Jone en René Derks. Met z'n drieën gaan we daar kijken of we daar beter kunnen spelen als hier nu.